de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. De heilige van deze week is de aartsengel Michaël. Op de 12e dag van elke Koptische maand vieren wij het feest van de aartsengel Michaël. Een aartsengel is een leider van een groep engelen, waarvan de aartsengel Michaël de leider is van alle engelen. Er zijn in totaal 7 aartsengelen. Ook is de aartsengel Michaël de voorspreker van de mensheid en deed hij vele wonderen. Er zijn families die op de feestdag van de aartsengel Michaël Vetirin Melek maken om zijn wonderen te herdenken. Dat zijn engelenkoekjes. De naam van de aartsengel Michaël betekent hij die als God is. Hieruit kan je eigenlijk opmaken hoeveel kracht en macht zij van de Heer hebben gekregen. De engel Michaël was altijd bij de heiligen. Hij heiligde en sterkte hun totdat zij hun strijd hadden gestreden. De aartsengel Michaël werd ook de engel van de opstanding genoemd, omdat hij degene was die de steen van het graf van Jezus heeft weggerold. Ook was hij degene die het nieuws bracht bij de Maria's die kwamen naar het graf van Jezus om het lichaam van Jezus te balsemen, met het nieuws dat Jezus is opgestaan. Op het icoon van de aartsengel Michaël is te zien dat hij een schild en een speer in zijn hand vast heeft, omdat hij oorlog voerde tegen de draak, ook wel bekend als de duivel. In het boek Openbaringen 12 is te lezen hoe de aartsengel Michaël de duivel heeft verslagen. De duivel was ooit ook een aartsengel die door te veel hoogmoed is gevallen uit de hemel. Met hem vielen nog heel veel andere engelen. Er was oorlog in de hemel waarbij het leger van de aartsengel Michaël tegen het leger van de duivel heeft gevochten. Het leger van de duivel was niet sterk genoeg, waardoor zij op de aarde neer zijn geworpen en geen plek meer hebben in de hemel. Het leger van de aartsengel Michaël heeft dus de duivel overwonnen. Mogen wij de kracht van de aartsengel Michaël vragen om de strijd tegen de duivel te overwinnen. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Tot de volgende keer.